Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Jan, het was vanavond niet jullie avond. Waarom wilde het niet vlotten, denk je? Ja, ik denk al veel te slordig aan de bal waren. Als je de bal niet zo lang in de ploeg kunt houden, geen tempo kunt maken door je aannames niet goed hebt, passes achter de man, noem het maar op. Ja, dan wordt het heel lastig voetballen. En zeker als je hem al zo snel tegenkrijgt. Ja, hij valt bij hun voor de voeten. Ze schieten. Thijs kan nog redden en aan de rebound zit hij alleen 1-0. Maar goed, hun gaan wat achterover hangen en vandaag waren we absoluut niet bij machten. Dus onder ons niveau, zeg maar, om er doorheen te voetballen. Want hetzelfde verhaal gebeurt eigenlijk na rust. Hè? Op het moment dat ik denk jij natuurlijk dondert in de rust van, nou, het kan nog, valt hij wel heel snel. Ja, nou ja, goed, hij dribbelt naar binnen en schiet hem natuurlijk perfect in. Ik denk dat hij nog een paar keer doet dat hij alle kanten op vliegt, maar niet daar. Hoe, ja, is het uit te leggen waarom je er dan toch op een of andere manier geen druk op kan krijgen? Nou, ik denk dat ik best wel goede druk op krijg. Alleen als je aan de bal zo slordig bent, lukt het gewoon niet. Ja, dan kun je hoog en laag springen, maar aan de bal is het onvoldoende. En dan kom je er niet doorheen. En is Willem II dan ook kwalitatief gewoon beter dan jullie? Verder dan jullie? Ja, wat is verder en beter? Vandaag moesten we het aan de bal doen, omdat je snel achterkomt. Nou, dat hebben we dus niet gedaan. En zij konden zich redelijk makkelijk staande houden. Of dat een verdienste van hun is, of dat wij dan niet goed genoeg waren. Ja, laten we op het laatst houden, want ik denk dat we vandaag niet goed genoeg waren. Want dan is het ook voorlopig dat je even pas op de plaats moet maken. Hè? Want het gat is 11 op Willem II. Misschien loopt de nummer 2 ook wel uit, ADO. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, wij moeten gewoon zorgen dat we doorgaan waar we mee bezig zijn. En dan niet deze wedstrijd natuurlijk. Dus weer een wedstrijd op zich en we hebben het veel beter laten zien. Maar goed, en dat kunnen we ook. Maar toch, als je dan kijkt dit seizoen, hè, je verliest van ADO, van Willem II, Cambuur thuis bijvoorbeeld ook. Zijn wel eigenlijk concurrenten waar je dan van verliest. Wat zegt dat? Maar ja, Cambuur zit lager. Maar... Nu wel, maar toen niet. Nee, dat klopt. Ja, ik weet niet of dat iets zegt, alleen het is onvoldoende. Want je probeert het nog wel, want je brengt volgens mij gevoelsmatig 5 aanvallers. Ja, goed, je staat met 2-0 achter en dan probeer je nog van alles te doen. Alleen de eindfase vind ik wel dat we daarin te weinig oorlog gemaakt hebben in de 16. En dan proberen we nog rond te pasen en doorheen te voetballen. Ja, dat lukte al niet. Ja, dan moet je de ballen gewoon sneller inbrengen. En ik kan me voorstellen dat het ook frustreert omdat je vanavond echt zo'n beetje volle bak hebt hier. Ja, dat is gewoon een gemiste kant voor ons, zeg maar. Je moet de mensen willen vermaken. Nou goed, ik denk ook dat we daar gewoon veel te weinig gedaan hebben. Ja. Heb je vandaag eigenlijk nog zorgen gemaakt, want hij speelt uiteindelijk aan Eunal, dat hij zou vertrekken naar Turkije of niet? Nou ja, goed, je hoort wat, alleen ja, ik hoor alleen op een gegeven moment wat er op Twitter staat en verder vanuit de club niks. Dus wat dat betreft had ik nog geen zorgen, maar ja goed, je weet het gewoon niet. Maar ik denk dat je blij bent dat hij blijft. Ja.